Bijna al mijn lessen beginnen om 8:30 's ochtends. Ik heb vaak 6 lesuren heb ik ongeveer op een dag. Soms met een tussenuur ertussen waarin ik mijn lessen kan voorbereiden of werk kan nakijken. Vergaderingen zijnde, overleg met collega's, gesprekken met studenten, gesprekken met leerlingen. Dat is eigenlijk wat ik doe. En voornamelijk lesgeven natuurlijk. Ik voelde mij hier heel erg welkom. Dus er wordt niet raar opgekeken als je hier als nieuweling binnenkomt. Je hoeft jezelf niet te bewijzen of een stapje terug te nemen omdat je nieuw bent. De belangrijkste doelen die wij willen bereiken met de medewerkers is dat ze zich zo thuis voelen op onze scholen dat ze zich 100% eigenaar voelen, mede-eigenaar van het onderwijs en het onderwijsproces. Als je goede ideeën hebt, worden die gewaardeerd en kun je die vaak in de praktijk brengen. En als je daar een initiatief hebt, dan wordt dat zeer gewaardeerd door collega's, maar ook door AOC Oost. Ja, wat ons uiteindelijk uniek maakt is ook de begeleiding van de jonge docenten. Wanneer de docenten bij ons op school beginnen, dan hebben ze een heel intensief begeleidingstraject. En het mooie van AOC Oost vind ik wel dat er sprake is van wat kleinschaligheid. Ondanks dat we best wel een grote organisatie zijn. Als een soort van familie, want je hebt jong en oud en iedereen wil wel met elkaar samenwerken en elkaar helpen. Dat je direct aansluiting hebt, je hoeft je niet waar te maken in een groep. Je bent ergens, je kan gewoon beginnen.